Goeiedag. Welkom bij de allereerste God-led business podcast. Nou, ik ga in deze allereerste podcast kleine inleiding geven van ja, waarom dat ik deze podcast ga doen en hoe ik dit voor me zie en wat ja, de reden daarachter is. Nou, ik upload ze ook op YouTube, dus als je ze met beeld bekijkt, nou, welkom. Fijn om je op deze manier te ontmoeten, hoe je ook intuned. Dus nou, als je me al wat langer volgt, dan weet je dat ik vorig jaar tot geloof ben gekomen. En nou, als dat gebeurt in je leven, dan ja, verandert eigenlijk alles. En ik voel een hele diepe roeping om God in het centrum van mijn bestaan te zetten. In het centrum van mijn leven te zetten. In het centrum van mijn relaties te zetten. En ook in het centrum van mijn bedrijf te zetten. En deze podcast is eigenlijk voor iedereen die dezelfde roeping ervaart. Ik begeleid natuurlijk al nou, 10 jaar mensen die voelen dat ze een roeping hebben. En zo ben ik 10 jaar geleden eigenlijk zelf met mijn eigen bedrijf ook begonnen. Ik voelde zo'n diepe roeping om ja, door te gaan leren wat ik over bewuste creatie wist. En wat ik daarover had geleerd. En ja, ik merk wel dat met God het echt helemaal compleet is. En ja, ik heb ook in de video waarin ik heb gedeeld hoe ik tot geloof ben gekomen, al wel gedeeld van ja, ik begon ook mijn bedrijf echt met God. Ja, hij stond echt in het midden, maar het is zo uitdagend om met God te blijven als, als je of heel veel succes ervaart. Heel veel geld ontvangt of heel veel trauma's tegenkomt, wat bij mij zeg maar alle drie is gebeurd. Dus ik had echt weer even tijd nodig om terug tot de kern te komen en ja, een diepere kern, denk ik. Ja, ik denk dat we altijd ook dieper in die verbinding met God staan. Maar goed, ik was de afgelopen weken of maanden een beetje aan het voelen van wat wil ik nou precies doen met ja, de marketing. Ik zeg altijd tegen de ondernemers die ik begeleid van ja, je hoeft niet regels te volgen, maar er moet wel een manier zijn om de relatie aan te gaan. En ik dacht, ja, ik ga dat gewoon op een hele persoonlijke manier doen. Ik zit hier ook in mijn eigen huiskamer. Ik ga gewoon open gesprekken met je voeren. Ik denk dat dat juist ook heel belangrijk is. God is een God van relaties en van gevoel en van emoties en niet van zeg maar regels en structuren. En ja, ik merk ook dat de meeste mensen die willen dat ook niet, maar op het moment dat ja, je wilt ook het resultaat, hè? Je wilt ook wel ervaren wat je wil ervaren. En niemand wil pijn in zijn leven, niemand wil tekort ervaren. Dus ja, het is heel verleidelijk om mee te gaan in bepaalde, zo hoort het principe, zodat je denkt, oh ja, als ik gewoon die regels volg, dan kom ik uiteindelijk bij dat resultaat. Maar ja, wat ik voor mezelf heb gemerkt, is dat als ik te veel regels volg, dat ik mezelf gewoon altijd weer een klein stukje verlies. En dan moet ik ook weer terug naar die kern van, oké, wat werkt nu echt voor mij? Hè, wat voel ik nou dat, ja, of niet eens specifiek, wat werkt voor mij? Maar waar voel ik dat God me toe roept? En ik voel gewoon heel erg dat God tegen me zegt, het gaat om relaties, het gaat om verbinding. En relatie en verbinding heb je alleen maar op een hele persoonlijke manier. Dat gebeurt niet door een sales funnel of door, ja, oké, als je op dat is natuurlijk een klein beetje iets nieuws, maar als je op LinkedIn post, dan moet je dat op deze manier doen. En met een foto van je erbij. En nou, dan heb ik dat een tijdje geprobeerd. En dan denk ik, ik voel het niet. Ik voel het gewoon niet in mezelf. Het leeft niet. En ja, één ding wat ik aan God heb gemerkt, God leeft. God is onze levende energie.
En ik merk gewoon dat als die niet in de dingen doet, zit die ik doe met mijn business, ja, ik kan dat gewoon niet werkbaar maken. Nou, laat ik het anders formuleren. Ik kan dat werkbaar maken als ik een heleboel druk uitoefen op mezelf en de mensen om mij heen. En ja, ik merk gewoon, ik wil dat niet meer. Ik kan dat niet. Ik ben daar veel te gevoelig voor. Het is ook niet wat God van mij vraagt. Ik merk dan dat ik zoveel, zeg maar, contrast ervaar en weerstand ervaar. Dus ja, ik heb me nog nooit zo verbonden gevoeld de afgelopen tijd. Als ik gewoon leef, oké, God staat in het midden. Ik ben dienstbaar aan God. Ik ben niet dienstbaar aan mijn klant. Ik ben dienstbaar aan God. En een van de mensen die ik volg, die ook nou, tot geloof is gekomen, volgens mij al heel lang, maar afgelopen jaar echt wel gewoon heel veel dieper in haar geloof. En dan, die zei ook van, ja, je creëert niet voor je klant, je creëert in de eerste instantie voor God, om dienstbaar te zijn aan die energie, aan liefde. En natuurlijk help je dan de ander ermee, want in God zijn we één. Dus natuurlijk, als ik voor God creëer, dan is dat waardevol voor andere mensen. Maar als ik het andersom doe, hè, dus als ik voor mijn klant creëer, of ik ga nadenken van oké, wat willen zij, of wat vinden zij fijn, of wat is waardevol voor hun, dan gaat er heel snel iets van die pure energie verloren. En dan merk ik dat ik ook nooit het succes krijg. Ik krijg altijd wel een zeker resultaat, hè? Laten we dat vooropstellen. Want als je gewoon de marketingprincipes volgt, hè, dan, en de marketingwetmatigheden, dan krijg je resultaat, hè? Tuurlijk. Maar ja, als ik naar mezelf kijk, ja, resultaat alleen is niet voldoende, hè? Verbinding alleen is ook niet voldoende. Maar uiteindelijk wil je beide, hè? Het is wat. Ja, wat er ook wordt gezegd over Jezus in de Bijbel. Hij is volledig mens en volledig en goddelijk wezen. Fully human, fully divine. Dus het is aan de ene kant, zeg maar, die onze goddelijke oorsprong erkennen. En aan de andere kant ook erkennen, ja, we zijn mensen. We hebben behoeftes en verlangens. En ja, we willen dingen, ja, voelen, ervaren. En ja, daar is ook iets voor nodig. Je hebt aan de ene kant je spirituele ontwikkeling, je menselijke ontwikkeling. En ja, hoe mooi is dat ook als dat helemaal samen mag vallen. Dus ja, de allereerste titel van deze podcast. Ja, ik voel gewoon dat God iets anders van me vraagt dan wat ik oorspronkelijk van plan ben, maar om eerst iets te gaan vertellen over ja, waarom dat ik dit doe en waarom dat ik echt gewoon God in het midden ga zetten van mijn bedrijf, van mijn programma's, ook van de programma's die ik ga geven. En dus ik ga beginnen met een nieuw gratis online programma, gezegend in jou door God geleide business. Want ja, ik heb laatst een hele mooie uitspraak gehoord en ja, daar resoneer ik ook echt mee. Maar je kunt beter gaan kijken naar wat God van zichzelf al zegent. Dus waar je voelt dat je tot geroepen wordt. In plaats van dat je gaat kijken, oké, ik ga zelf iets bedenken. Dit komt vanuit mijn eigen hoofd of vanuit mijn eigen wil. Ik ga bijvoorbeeld zitten en ik ga denken, oké, wat gaat geld verdienen of wat gaan mensen leuk vinden. Dat is vaak een hele andere energie. En ja, ik voel me zo geroepen om andere mensen ook te helpen om God in het midden van hun business te zetten. Ik heb gezien wat het met mijn leven en mijn bedrijf doet als God in het midden staat. Ik heb gezien wat er in mijn leven en mijn bedrijf gebeurt als ik van God los ben, om het zo maar even te zeggen, of als ik niet die diepe verbinding heb. Als ik meer bezig ben met wat de wereld van mij denkt dan wat God van mij vraagt, om het zo maar even te zeggen. En ik merk nu wat er gebeurt als ik dat weer aanpas. En dan ervaar ik weer zoveel liefde, zoveel verbinding, zoveel. Ja, een hele andere energie in ieder geval. Dus ja, ik ga daarin gewoon echt totaal geen concessies meer doen. Dus ja, als jij dat ook zo ervaart in je leven, in je bedrijf, dan ja, is dit voor jou. Heel vaak dan zijn er ook allerlei misverstanden over
wat, hè, dat het ook vaak niet samen kan gaan. De fysieke manifestatie, de fysieke uitkomst, de fysieke ervaring en die goddelijke of die spirituele ervaring. Er zijn zoveel, zeg maar, misverstanden over God. Hè, dus ik ben ook best wel een tijd het woord God uit de weg gegaan, omdat. Ja, omdat er zoveel misverstanden zijn en ik werd ook meegenomen door die misverstanden. Maar wat ik eigenlijk zelf heb gedaan, is ik ben God op een heel persoonlijk niveau leren kennen. He, dus eigenlijk voorbij religie, voorbij, georganiseerde religie. En ja, nu voelt het ook heel goed voor mij om naar de kerk te gaan. He, omdat mijn relatie met God is zo stevig en zo sterk. Ik voel gewoon, ja, niemand kan daar tussen komen. Er is geen kerk, geen pastoor, wat dan ook, die ooit daartussen kan komen. En als je een goede voorganger hebt of een goede kerk, dan willen ze dat ook helemaal niet, hoor. In mijn kerk willen ze dat helemaal niet. Dan willen ze echt niet tussen mij en God in gaan staan. Ze willen me juist helpen om die verbinding op een dieper niveau te krijgen. En dat voel ik ook echt van alle kanten. En dus dat was ook meer een perceptie of een overtuiging dat, ja, en ook in het verleden dat natuurlijk wel heel vaak zo is gebeurd. En ja, zo moet je ook geen geld, business, klanten tussen jou en God inzetten. Dus een van de uitspraken uit de Bijbel is ook, en ik weet hem niet exact, maar het is iets in de trant als. Dat het moeilijker is voor een rijke man om bij God te komen dan voor een kameel om door de oog van een naald te kruipen. En dat wordt daar een beetje mee bedoeld. En dat heb ik zelf ook ervaren in mijn business. Toen ik, zeg maar, succes had en ik had geld, dat doet iets met je. Dus wat het met mij persoonlijk deed, is dat wat ik zag was dat mensen het heel interessant vonden. Ja, dus ik zag dat het mensen echt aantrok. Mensen die, zeg maar, toen ik, ja, geen succes of geld had, die wilden eigenlijk niks met me te maken hebben of keken me niet eens aan. Ik kan me nog herinneren dat ik ooit een keer een soort lunch had. Toen was ik echt net begonnen met mijn reis. Ik had een soort lunch. En daar zat ook iemand bij die heel succesvol is. Ik ga geen namen noemen, maar ze is nog steeds heel succesvol. En zij kreeg echt heel veel aandacht. Maar iedereen wilde een stukje van haar, om het zo maar even te zeggen. En nou, daar had ik zelf helemaal geen last van, want ja, bij mij viel immers niet zoveel te halen toen. Nou, niet dat wat hun interessant vonden, in ieder geval laat ik het niet, want er is heel veel te geven vanuit mijzelf, maar niks te halen, hè? Want alles komt immers van God vandaan. Maar toen, ja, was het 2 of 3 jaar later, was dat totaal anders, hè? Dus ik had ook een hele hoge mate van succes bereikt, waar ook, nou, veel, veel geld bij kwam kijken. En heel veel van die mensen die toen aan diezelfde tafel zaten als ik, die kwamen toen wel naar me toe. Hè? Die vonden, ja, die wilden opeens met me praten, met me samenwerken, koffie met me drinken. Nou, ze wilden van alles van me. En ja, ik was me er wel van bewust dat het niet klopte, laat ik dat zeggen. En ik ging niet overal in mee, maar bij sommige mensen die iets die me opzochten, vond ik het wel. Hè, ben ik die relatie wel aangegaan. En heel veel van die mensen, toen ik het zwaar kreeg en ik verloor mezelf en God ook, en dus ook mijn succes en mijn geld, of nou, ik kan niet echt zeggen dat ik het verloren heb, als meer in de zin van ik heb het, denk ik, zelf heel erg afgeremd, omdat ik gewoon er echt zo lastig mee kon dealen. Dat overspoelde mij gewoon ontzettend. Alles wat daarbij kwam kijken en iedereen zijn gevoelens en iedereen zijn meningen. En ja, als God dan niet in het centrum staat, dan raak je jezelf gewoon echt kwijt. En dus of je moet echt gewoon een heel, zeg maar, groot ego hebben. Dat je denkt van oké, ik zet mezelf stevig in het midden en niemand trekt mij af van mijn pad. Maar goed, dat had ik niet. Ik was toen al heel erg, zeg maar, met God bezig en ik kwam voor hem opdagen.
En dus er zit een hele grote mate van dienstbaarheid in me. Maar goed, nu heb ik wel geleerd, ja, die dienstbaarheid die moet wel gericht zijn aan God. En wat God van mij wil en niet wat de mens van mij wil. Want ja, die willen allemaal wat anders. En op het moment dat het ego in mensen voelt, dat je daar gevoelig voor bent, dan gaat dat zijn eigen leven leiden. Dus ik heb toen wel ervaren van het was niet zozeer het geld waar ik achteraan ging rennen, maar meer het feit dat ik dacht dat ik ertoe deed. En dat is nog steeds van je zoekt iets buiten God, je zoekt iets buiten jezelf. En dan ben je gewoon vatbaar voor ja, beïnvloeding, voor van alles en nog wat buiten jezelf. Dus voor mij is het zo belangrijk om God in het midden van mijn bedrijf te zetten. En ja, wat ik net al zei, voor mij is God een God van relaties. En dat zie ik wel nu ik God in het midden heb gezet. En ik hoef niet aan bepaalde verwachtingen te voldoen. Ik hoef niet op te komen dagen aan het plaatje zoals andere mensen dat van me hebben. Of van zichzelf hebben of van de wereld hebben. Want voor mij heeft dat geen waarde meer. En dat gevoel wat ik heb als ik dienstbaar ben aan God, dat heeft waarde. Ik voel het nu ook. Ik voel zoveel, zeg maar, licht en vrijheid omdat ik deze keuze maak en omdat ik dit deel en omdat ik dit vertel en omdat ik hier eerlijk over ben. Dus in mijn boek beschrijf ik dat ook van, ja, ik hou niet vast aan mijn eigen waarheid. Dus ik zeg altijd tegen God, oké. Laat maar zien wat de waarheid is. En aan het einde van de dag, dan is daar altijd alleen maar God. Er is geen andere waarheid dan God. En alles wat je buiten God doet, dat heeft gewoon een vervelende consequentie. Dat heeft altijd gewoon vervelende gevolgen. En ja, ik zal niet zeggen dat het me niet raakt of niks doet als mensen, zeg maar, buiten God om of van God los toenadering zoeken in mijn leven, of ze proberen mijn leven binnen te komen of mijn realiteit binnen te komen, mijn space binnen te komen, dan raakt me dat wel. Dus dat voel ik ook wel. Dat doet iets met mijn lichaam. Er is nog een soort stressreactie. Dan denk ik, oh, als ik mezelf maar niet weer verlies. Van als ik mezelf maar niet kwijtraak, als ik God maar voorop kan blijven zetten. Maar ja, ik voel wel dat het dit keer kan. En ook omdat ik voor mijn gevoel de juiste mensen om me heen verzameld heb. Dus ik heb Conrad natuurlijk, die naast me staat, die ook ja, echt met mij op deze spirituele reis is. Dus hij voelt God nog niet zoals ik hem voel, denk ik. Maar ja, hij leeft wel dat leven. Hij ziet wat het doet, hè? Als je opkomt dagen voor God en met God. En hè, als je leeft als Jezus, daar gaat het eigenlijk om. Als je probeert om Jezus te leren kennen als die manifestatie van God. En ja, jezelf daaraan overgeeft en Jezus gaat volgen. En ik heb dat al hardop verklaard. Ik volg Jezus. Ik volg niet andere mensen. Nee, ik volg Jezus. Wat zou Jezus doen? Hoe kijkt Jezus hierna? Ik ontvang zijn cadeau van de Heilige Geest. En die laat ik leidend zijn in mijn leven en in mijn bedrijf. Dus daar heb ik al heel diep voor gekozen. En ja, in de kerk voel ik me daar ook heel erg gesteund. En ik heb wat andere vrienden die God ook echt ferm in het midden hebben gezet. En die me nucht, nou, is nuchter het goede woord? Bewust houden. Die me helpen om bewust voor God te blijven kiezen. Want het is niet makkelijk. Er is zoveel verleiding in deze wereld. Dat heb ik wel gemerkt in die tijd dat ik succesvol was. Het is zo makkelijk om mensen te beïnvloeden. En dat bedoel ik met alle respect van de wereld. Ik wil dat totaal niet meer kiezen. Ik wil niemand beïnvloeden. Mensen hebben een vrije wil. Iedereen heeft een vrije wil. Dus ik deel wat er in mij zit. Ik deel, ja, hoe ik de dingen ervaar, hoe ik de dingen beleef, hoe ik de dingen zie.
En iedereen moet dat voor zichzelf kiezen, want ja, ik heb geleerd, we kunnen niet zeggen, we hebben de waarheid in pacht. Alleen God is de waarheid. En hij zegt, hij laat ons zien van hoe de dingen voor ons werken. Maar er is geen mogelijkheid op aarde dat ik kan zien of de dingen voor mij hetzelfde werken als voor jou, hè, of voor ieder ander. Dat kun je alleen maar in je eigen relatie met God of in relatie met het leven gaan ervaren. En daarom, ja, ben ik ook zo'n voorstander van die relaties. En ik kan niet met iedereen een relatie aangaan. Maar ik wil gewoon wel kijken in alles wat ik onderneem. Hoe kan ik die relatie voorop zetten? Hoe kan ik die verbinding voorop zetten? En dus hoe kunnen we echt die relatie aangaan? En ik weet nog niet hoe. Hè, er zijn flardes in mijn hoofd. Ja, dus ik ga beginnen met sowieso met een programma. Ik denk dat ik op termijn zeg maar al mijn afscheid ga nemen van al mijn oude programma's. Dat misschien behalve degene die ik de afgelopen 2, 3 maanden heb gemaakt, want die heb ik echt met God gemaakt. Ja, dus die heb ik echt met God gemaakt. Dat voel ik gewoon heel erg. Maar alles daarvoor, ja, dan denk ik ja. Het is super waardevol. Ik voel het in alles. Ik merk het in alles. Dat is de reden dat ik het nog niet wegdoe. Maar ik kan me wel voorstellen dat er een dag komt, als misschien het nieuwe staat. Hè, dat ik denk, oké, dit nieuwe staat zo stevig en is zo krachtig en is zo waardevol. En ik voel het in alles. Ik voel hoe het geboren aan het worden is. En ja, dan dat die energie ook de bedrijven van mijn klanten laat ontstaan. Hè? Dat het ze helpt om hun roeping te volgen. Dat ik denk, oké, ik kan afscheid nemen van het oude. Dus ja, nu nog heel even niet. Maar ja, die relatie ga ik echt voorop zetten. Dat is zo belangrijk. Het voelt gewoon in heel veel dingen die ik de afgelopen 10 jaar heb geleerd met het online ondernemen. En ja, het moet natuurlijk groter, beter, sneller. Je verliest bijna de relatie. En tuurlijk, op het moment dat je bedrijf groter groeit, natuurlijk zijn er dan processen en systemen nodig die dat ondersteunen. Dat begrijp ik ook heel goed. Maar ik heb echt zoveel geld geïnvesteerd dat ik eigenlijk niet voelde dat die persoon überhaupt zijn best deed of haar best deed om een relatie met me op te bouwen. En ik begrijp dat dat ook niet altijd persoonlijk kan. Ik begrijp dat ik ook niet persoonlijk een relatie met iedereen aan kan gaan, want ik heb ook maar zoveel uren in de dag. Dus dat begrijp ik wel. Maar dan nog steeds kan ik de video de relatie laten zijn. Dit kan onze verbinding zijn. En op het moment dat we gaan samenwerken, of je denkt, oké, maar ik wil God ook echt in het midden zetten. En ik voel dat jij de persoon, of ik voel me geroepen. Hè, dus dat zegt God de hele tijd tegen me van, ja, je klanten gaan zich echt geroepen voelen. Ze gaan zich geroepen voelen om met jou te werken, zoals ik me geroepen voel om voor God te werken. Ja, dus dat merk ik nu ook met mijn nieuwste programma, Thrive. Heb ik ook echt van A tot Z met God gecreëerd. Dus ik ben eigenlijk amper begonnen met de marketing. Hè. Normaal dan doe ik een webinar of een training of zo. Wat ook nog steeds waarde heeft. Maar ik ben er gewoon nog niet aan toegekomen omdat ik met zoveel dingen bezig was. En ik heb al 5 van de 8 plekken zijn al opgevuld. Hè, dus ik voel gewoon dat mensen geroepen gevoelen omdat, geworden. Omdat het, of worden, omdat het zo'n uniek traject is. Dat zijn echt de trajecten die ik zelf ook graag had willen doen 7, 8 jaar geleden. Maar ik heb zoveel geld geïnvesteerd in ja, trajecten die bestaan dan uit een serie modules waar niks mis mee is. Hè? Want ik ga dat soort programma's zelf ook vast nog geven. Daar zit 100% waarde in. Maar ik denk als je echt zeg maar in dat licht wil gaan staan, dus voorbij jezelf wil komen. Dan dat je echt die verbinding nodig hebt, samen echt dingen doen, actie nemen, samen over dingen nadenken, samen overeenstemming bereiken. En God in het midden zetten, samen er doorheen gaan staan. Hoe kunnen we samen iets neerzetten, samen iets doen? En daar verlangen ook heel veel mensen naar. Ik hoor heel veel mensen die
Ja, die dat ook echt missen. Hè? Je bent maar alleen in je werk. Vaak als je zelfstandig ondernemer bent of je hebt een online bedrijf, je doet het allemaal maar alleen. Ja, dat is hartstikke zwaar. Hè? En vooral als je gevoelig bent, want die invloed van dat onbewustzijn, die invloed van dit is hoe het hoort. Hè? Het is eigenlijk een manier van controle, want hè, God leeft. En dus God is een levende energie, een altijd creërende energie, een energie die altijd vooruit gaat, een energie die altijd in ontwikkeling is. En op het moment dat je probeert te zeggen, oké, dit is hoe het werkt, en, ja, en daar een soort rigide concept of geloof van maakt, en dat gebeurt op ieder vlak in de wereld, maar dan verlies je God. En dus je kunt wel zeggen: oké, dit is wat werkt nu, hè, en dit is wat werkt in deze omstandigheden, maar wat het ene moment werkt, kan het volgende moment niet meer werken, omdat het een levende God is. En dus het is het is een levende God. Dat mechanisme is een levend mechanisme. Dus je moet ook altijd bereid zijn om wat werkte, ook altijd weer los te laten. Van oké, ik geef me hieraan over zolang ik me hiertoe geroepen voel. En zolang ik die energie voel. En dan ga ik daarin mee. Dat is ook super belangrijk. Want als je er niet in meegaat, dan ga je jezelf weer afremmen. En dan rem je ook je eigen groei en je eigen ontwikkeling af. Dus ik ga daarin mee. Ik geef me daarin over. Ik luister naar die roeping. En als ik voel dat er iets anders wil ontstaan, ja, dan laat ik ook het nieuwe weer ontstaan, hè? Dan laat ik het oude los. En dat is soms ook lastig. Voor mij was het ook lastig om het oude los te laten, want ja, het had me immers heel veel gebracht. Hè? Het had me succes gebracht, geld gebracht. Ik gaf grote events. Ik heb mooie reizen gemaakt. Dus ja, om dat los te laten, dat was niet eenvoudig. Hè? Mijn ego vond daar van alles van. Want ik dacht, ja, maar dit is waarom mensen bij me zijn, waarvoor ze me kennen. Maar ik voelde gewoon, ja, maar ik word geroepen om iets anders te gaan doen. En dus ik word geroepen naar nog iets diepers of iets anders. En ik moet dit loslaten. Ik voel dat het gewoon net niet klopt. Ik moet het overgeven. Ik moet het teruggeven. En ja, op het moment dat het nieuwe er nog niet is, dan kan dat super uitdagend zijn. En dan kom ik weer terug bij die uitspraak. Het is makkelijker voor een kameel om door de oog van een naald te kruipen dan voor een rijk man om bij God te komen. Om je wil daarin en je eigen ego, je eigen status los te laten, ook het zelf willen doen. Ik doe het. Kijk mij eens goed zijn. Kijk mij eens slim zijn. Kijk mij eens een prachtig bedrijf hebben. Een prachtige branding hebben. Kijk mij eens succesvol zijn. Kijk mij eens aanzien hebben. En je moet dat allemaal loslaten. Want alles komt door Gods gratie. Hè, om te zeggen van ja, ik in mijzelf kan niets, maar met God kan alles. En niet ik in mijzelf kan niets, maar met God kan alles. Dat vraagt iets van ons, want we zijn zo, zeg maar, gewend om te streven naar dat zelfdoen. En dat zelfdoen is ergens ook een soort copingmechanisme, want we hebben zoveel pijn gehad. In je jeugd heb je zoveel pijn gehad. In het leven in het algemeen. Je bent waarschijnlijk verlaten, verstoten, veroordeeld. En dan is dat zelfdoen is ook een soort copingmechanisme. Ja, want dan hoef je niet die pijn te ervaren die hoort bij afwijzing, bij teleurstelling. En ja, maar wat ik wel zie is dat op het moment dat ik mensen om mij heen verzamel die in met God zijn, die God in het midden zijn, ze zijn zo liefdevol. Het is niet dat er geen pijn meer is, want we dragen zoveel wonden met ons mee, dat heeft heling nodig, maar ja, we hebben dat cadeau van de Heilige Geest. En ik voel dat ook. Ik voel die Heilige Geest. Die wil. Oh, die wil. Ik geef me ook kippenvel als ik het zeg. Maar die wil die liefde in je. They want to pour it in you. In je gieten. En dat is eigenlijk wat we vaak verwachten van andere mensen. Maar onze ouders, onze partners, zij kunnen dat niet.
Hè? Maar op het moment dat je dat van die Heilige Geest ervaart, ja, en je ervaart dat in jezelf, dan kan je het ook weer doorgeven. Hè? Maar het is niet zo dat ja, die energie, ja, die is eindeloos, die kan je doorgeven. En dus op het moment dat je God in het midden zet, dan kunnen al die mooie dingen ook gebeuren. Maar dan moet je inderdaad dat stukje ego loslaten van ja, ik hoef het niet meer zelf te doen. Ik wil het niet meer zelf doen. En ik heb ook heel vaak gezegd, dus, ik denk bij heel veel stukken die ik los moest laten de afgelopen jaren, dat ik ook tegen God zei, ik kan het niet eens. Ik kan dit niet. Als dit is wat het leven is, ik kan het niet. Ik kan me echt niet de keren herinneren dat ik gehuild heb zo hard van ik kan het niet alleen, maar ik kan het überhaupt niet. Ik kan het niet. Ik kan niet doen wat de wereld van mij vraagt. Dat raakt me ook wel als ik dat zeg, want ik kan wel doen wat God van me vraagt. Dus dit is wat ik kan. Dit is wat ik kan. Gewoon delen. Gewoon die relatie aangaan. Ja, die roeping van God volgen, dat kan ik. Erop vertrouwen dat Hij voor me zorgt. Dat, ja, dat het juiste zich openbaart, dat kan ik. Dat rigide, wat de wereld, zeg maar, het is niet eens de wereld, ja, het is. In het geloof zeggen ze natuurlijk ook dat de duivel de fysieke wereld nog domineert. Ja, maar wat daar, die energie, wat vanuit die energie gevraagd wordt van mij, dat kan ik helemaal niet. Dat wil ik niet. Ik kan het niet. Ja, als dat is wat succes is, nou dan, ja, dan kan ik het niet. Ja, maar als je succes definieert als iets anders, ja, als overgave aan jouw ware roeping, los van de cijfertjes, de likes, de views, het bedrag op je bankrekening. En God houdt onvoorwaardelijk van ons. He doesn't care. En wat ik wel merk is dat als je die roeping gaat volgen, ja, dan zorgt God ook voor je. Zo ervaar ik het. Van, nu ik me daar weer aan overgeef, dan zie ik ook dat Hij voor me zorgt. Maar het kan daar nooit om gaan. Ik ga nooit meer zeg maar, geld gebruiken als een soort van trekmiddel of zo. Van, oh, je verdient zoveel of zoveel geld op je bankrekening of dit wordt het resultaat of zo. No way. God zegent je als jij je roeping volgt. Daar ben ik heilig van overtuigd. Als je je roeping volgt, dan zegent God je. Die uitspraak van uit de Bijbel ook. Ik zoek hem snel eventjes op. But seek first the kingdom of God and his righteousness. And all these things shall be added unto you. En dan niet specifiek wat jij wil, hè, maar wat nodig is voor Gods koninkrijk. Niet, hè, van je krijgt niet dat geld of het podium of het gevolg, zeg maar, om voor je eigen ego. Hè, zodat jij een gat kan vullen van wat je mist van vroeger, omdat je de liefde niet hebt gehad of de validatie. En dat voelde ik dat ik heel erg deed. Ik dacht, oh, ik krijg eindelijk zeg maar de aandacht, de liefde, de validatie die ik nooit heb gehad en ik wilde dat niet kwijt. En nou zie ik, ja, maar ik kan het niet doen daarvoor. Ik kan niets doen om iets te krijgen op die manier. Ik doe de dingen die ik doe voor God, voor zijn koninkrijk, voor puur om de dienstbaar te zijn naar wat we samen aan het bouwen zijn hier. He, die hemel op aarde. Om eigenlijk, bij wijze van spreken, om die hemel op aarde terug te krijgen. He, want hij was er ooit. In het begin was die hemel op aarde er. Ja, maar wij mogen hem weer neer gaan zetten. He, niet vanuit ons eigen ego. Ja, en ik denk dat mijn business is daar een geweldig voertuig voor geweest. En ik geloof dat heel veel ondernemingen gewoon echt, ja, zo met je onderneming kan je echt dienstbaar zijn aan God. En dat voel ik ook dat mijn roeping is van oké, ga ondernemers helpen om God in het midden van hun business te zetten. En dan met name hun online business. Ik ben sterk. Zeg maar met betrekking tot het online gedeelte.
Maar goed, ik heb ook veel klanten geholpen de afgelopen 10 jaar die een fysieke business hadden. En ook het online stukje gebruikten voor om kracht bij te zetten aan hun fysieke business. Dus niet dat ik dat per se uitsluit of zo. Dus heel veel van mijn klanten zijn bijvoorbeeld therapeuten of zo. Dus psychologen, mediators, juristen. Dus ook heel veel klanten die een dienst leveren. Dat gebeurt ook heel vaak fysiek. Dus om fysieke producten. Maar het belangrijkste is dat echt God echt ferm in het midden staat. Ik heb mijn bedrijf om dienstbaar te zijn aan de maatschappij. Om dienstbaar te zijn aan Gods koninkrijk. Vanuit dienstbaarheid, vanuit geven, vanuit de levende energie, de levende God. Niet voor mijn eigen ego, mijn eigen gewin. Ik vertrouw er volledig op dat als ik dienstbaar ben aan God, dat Hij voor me zorgt. Hij zorgt dat het geld bij me komt. Hij zorgt dat de middelen bij me komen, de mogelijkheden, de mensen. Hij zorgt ervoor dat dat gewoon stroomt. Ik hoef daar bij wijze van spreken niet eens mee bezig te zijn. Dat is wat ik in het begin heb ervaren. Dat begin ik nu weer te ervaren. En daartussenin, dat was een hele zware periode. It was not fun. Het was heel leerzaam. Ik geloof dat ik alles mee moest maken om gewoon weer op deze, om, niet weer, maar om op deze plek te komen. Dus ik denk dat het verschil is dat ik toen God wel volgde, maar Hij stond niet in het midden en ik had zeker Jezus nog geen plek gegeven. En dat merk ik van, dat is echt belangrijk. Want God is ergens hier en Jezus is die fysieke manifestatie van God. Dus eigenlijk, dit is hoe je ook kunt leven. Van die weg, de compassie waarmee Hij door het leven gaat, de overgave, de verbinding, de onvoorwaardelijke liefde, de kijk die hij heeft daarin. Maar ook het feit dat wat hij ook gedaan heeft, of wat God daarin ook gedaan heeft. Hè, want God is in het lichaam van Jezus naar aarde gekomen om ons dat cadeau van die Heilige Geest te geven, om een puur en zuiver leven te leiden, te leven, zodat wij ook vrij kunnen zijn. En van hoe groot cadeau is dat? En heel veel mensen ze vinden God ingewikkeld of uitdagend, of door de kerk is er heel veel, zeg maar, trauma gekomen in die verbinding. Dat heb ik natuurlijk zelf ook ervaren. Ik ben opgegroeid zonder geloof, maar meer met de visie dat er een straffende God was. En het is zo niet hoe ik God heb leren kennen. Ik ervaar alleen maar liefde, een onvoorwaardelijke, een bijna overspoelende. Ja, het is echt een. Er komt geen einde aan. Het stroomt en het stroomt en het stroomt. En je kopje loopt er bij wijze van spreken van over. Er is geen einde aan die bron met liefde die God is. En het is totaal anders als wat ons voorgehouden is. En ik denk dat, ja, deels dat misschien ook wel. Nou, ik denk dat trouwens. Ik ga dat ook niet zeggen, want ik denk dat controle altijd vanuit onbewustzijn komt. Nog nooit vanuit bewustzijn. Dus, maar ik denk wel dat op een bepaalde manier vaak ook wel expres zo is, om mensen onder controle te komen, maar te houden. Maar goed, als je met God bent, dan is die controle niet mogelijk. Dus ja, ik ga gewoon dit soort podcasts maken over onderwerpen met God en business. Onderwerpen die ik tegenkom, vragen die ik hoor van jullie. Misschien mooie ervaringen van mensen, succesverhalen. Ik wil interviews gaan doen. Dus ik wil mensen uitnodigen die God al ferm in het midden hebben staan en daar mooie gesprekken met hun over voeren. Hoe dat voor hun is. Hoe ze dat ervaren. En zodat we, ja, samen God in het midden kunnen zetten. En ja, die hemel op aarde uiteindelijk, of zijn koninkrijk, tot leven kunnen laten komen. Hoe meer mensen
ja, God ferm in het midden zetten. Zonder iemand, ja, over te halen of te bekeren. Dat wil ik heel duidelijk erbij zeggen. Ik voel dat. Ja, ik voel als ik invoel op die energie van God. Ik voel zo'n open en onvoorwaardelijke liefde. Dus God houdt van iedereen. Onafhankelijk van of je in hem gelooft of je bekeerd hebt. Natuurlijk wil God dat. Natuurlijk wil God een relatie met ons. Hè. In die zin, hè, hij heeft onze ziel gecreëerd. We zijn in die zin zijn kinderen. Dus natuurlijk wil hij een relatie met ons. Maar ja, zijn armen zijn open op het moment dat iemand daar klaar voor is. En zelfs al ben je daar nooit klaar voor. Hè, al heb je zoveel pijn of trauma dat je zeg maar niet thuis kunt komen. Dan houdt God nog steeds onvoorwaardelijk van je. Dus het is allerminst zal hij ooit zeggen dat je op wat voor manier dan ook niet goed genoeg bent of niet in de hemel kunt komen als je niet, zeg maar, laat ik dat nuanceren, want ik denk wel dat het echt, dat om die hemel in jezelf of die verlossing te ervaren, dan moet er wel een moment zijn dat een moment van overgave of vertrouwen zijn, maar dat neemt nooit zijn liefde weg naar jou. Dus en ook zeg maar in onze relatie, ja, dat is niet belangrijk waar je bent op je reis. Kijk, het is wel, ik hecht wel waarde aan de manier waarop we met elkaar omgaan. Dus dat zal ik niet ontkennen, dat ik daar waarde aan hecht. Ik hecht heel veel waarde aan vriendelijkheid, compassie, aan een leven zoals Jezus dat deed. Maar ook daar is heel veel compassie voor pijn. Hè? Dat had Jezus ook. Hij had compassie voor iedereen die gebroken was. En hij wist dat juist die mensen ook gewoon heel veel, ja, die zijn liefde nodig hebben, als het ware. Hè? Dus. Ja, ook daar is alle compassie voor. Dus dit is niet bedoeld om te bekeren, wel om hopelijk te inspireren, te informeren, uit te nodigen ook. Hè? Van dit is natuurlijk gaat om de relatie, maar ja, als je je business, die roeping voelt en je voelt zo'n sterke roeping om God in het midden te zetten van je business. Je voelt wat ik hier zeg, hè? Dan zoek me op. Ja, dan kan ik je helpen natuurlijk om je business ook echt te bouwen. Want dat kan ik niet doen in deze podcast. Ik kan je niet helpen om je aanbod vorm te geven en de structuren en de vormen van je business te bouwen. Daar is wat anders voor nodig natuurlijk. Dus ja, dat doe ik met alle liefde van de hele wereld. Dus. Ja, ik voel dat we tot een einde zijn gekomen van deze eerste podcast. Ik hoop dat je mijn intentie voelt. Ik voelde echt de Heilige Geest in dit gesprek. Ik hoop dat, ja, hij door het scherm heen is gekomen of door het geluid heen is gekomen van de podcast. Ja, dat je daar ook een beetje van hebt gevoeld. Dat er iets aangaat bij jezelf. En dat er een klein vonkje overvliegt. Ja, wat wil ik daar nog aan toevoegen? Nou, het is mijn wens voor jou dat God je begeleidt. Dat je kan openen voor Gods leiding. Voor zijn liefde. En ja, leuk als je vragen hebt of hoe zit dat of hoe zie je dat om die aan me te stellen. Dus dan kan je die gewoon mailen naar info@bewustecreatie.nl. Nou, dan wie weet, hè, dan neem ik er snel een podcast over op. Dat lijkt me heel fijn om dit nou, met zeer grote regelmaat te doen. Als je. Ja, mensen kent die God ferm in het midden hebben staan van hun bedrijven, waarvan je zegt van ja, dit is echt puur en zuiver. En hier voel ik ook echt de Heilige Geest. Dus het zijn niet alleen maar de woorden, hè, want woorden kan iedereen gebruiken, maar dat je echt voelt, je voelt gewoon de bezieling.
Het is vooral een gevoel. Het zijn niet alleen maar woorden, maar het is ook je ervaring van hoe dieper ik ga in relatie tot deze persoon, hoe meer ik die Heilige Geest voel in mezelf en mijn bedrijf en mijn leven. Dat is. Ja, dat voel ik wel echt als ik omga met mensen die Heilige Geest hebben. Dat raakt iets in mij. Ik voel dat daar een verschil zit tussen iemand die bezieling heeft of die alleen de woorden heeft. Daar zit een groot verschil tussen. Dus dat hoor je niet in wat ze zeggen, want wat ze zeggen kan precies hetzelfde zijn. Maar er zijn nuances. Als je echt bezield bent met de Heilige Geest, dan voel je dat. Maar dus er zijn nuances. Maar de woorden zijn vaak hetzelfde. Dat heeft me in het verleden ook overigens wel vaak in de war gebracht, hoor. Dat ik denk, ik hoor de woorden. Ik weet dat de woorden kloppen, want ik ken de theorie. Maar ik voel het niet. Wat is dit raar? Waarom is dit zo? Maar goed, dat is een onderwerp voor een andere podcast. Daar kom ik later op terug, hoe je dat misschien kan herkennen. Maar je kan het in ieder geval voelen. Nou, ik wens je een hele mooie, liefdevolle, bezielde dag. En nou, heel graag tot de volgende podcast of video.